start aan. Dinsdag 13 december. Wat is het? Dinsdag 13 januari. Dinsdag 13 januari 2015. Oké, ik begrijp dat je net een les hebt gehad. Een invalles in een klas, een tweede klas. Dat klopt. En daar is iets voorgevallen, vertel. Het is gebruikelijk om af en toe hier een klas op te vangen. En in dit geval moest ik een klas opvangen, een tweede klas van het niveau VMBO kader. En het is een grote klas van pakweg tussen de 25 en de 30 leerlingen. En dat vind je een grote klas? Dat is een grote klas. Zeker als je bedenkt dat het gaat om VMBO kader. Dan is tussen de 25 en de 30 leerlingen is een hele grote en een moeilijk controleerbare klas. Ja, oké. En wat gebeurde er toen? Die leerlingen die komen binnen. Ik ken de leerlingen niet. De leerlingen kennen mij niet. Voor de leerlingen is het een verrassing dat ze opeens een invalles hebben. Ze hebben geen spullen bij zich. Met andere woorden, het is heel moeilijk om in zo'n les structuur aan te brengen. Dus voor jou is het is de structuur weg? De structuur die je normaal gesproken in een klas opbouwt, omdat je ze regelmatig ziet, die is bij deze klas helemaal niet aanwezig. En daar komt nog eens een keer bij dat het omgaan met leerlingen op VMBO kaderniveau, dat vereist bijzondere vaardigheden die je misschien nooit eigen hebt gemaakt. In mijn geval is dat zo, omdat ik een docent ben die alleen maar lesgeeft op HAVO-VWO niveau en vooral ook bovenbouw. Denk je dat het iets is wat zich bij alle kaderklassen voordoet, of heb je het idee dat je toevallig nou zo'n klas voor je neus kreeg? Ik kan daar niet over generaliseren, maar wat mij betreft kan ik zeggen dat zich dat bij elke kaderklas zou voordoen, omdat mijn manier van werken toch heel sterk gebaseerd is op omgaan met HAVO-VWO leerlingen en daarbij zeker nog eens een keer bovenbouw. En het omgaan met VMBO kaderkinderen vereist een hele andere aanpak en hele aparte vaardigheden die je eigenlijk toch eigen gemaakt moet hebben om dat te kunnen opvangen. Ja, maar oké, jij hebt ervaring in het lesgeven. Je hebt ervaring in de bovenbouw, maar kan je niet dat wat je eigenlijk in die bovenbouw toepast, waarom zou dat een probleem zijn om dat ook toe te passen in die klas? Dat zou op zich nog wel te doen zijn als je zo'n klas regelmatiger ziet, want dan kun je een band opbouwen met een klas en dan kun je ook een structuur introduceren. Maar in een invalles doet zich een extra probleem voor. En dat probleem is dat er geen programma is, omdat je ineens zo'n klas voor je neus krijgt. En probleem 2 is, VMBO kaderkinderen, die moet je persoonlijk benaderen. Die kun je niet met je en jij en hallo, kom eens hier en dat soort dingen. Die kun je ook niet aanspreken door de hele groep toe te spreken. Want als ze zeggen, hey klas, houden jullie stil, dan voelt niemand zich aangesproken. Je kent de namen niet van die leerlingen en dat is heel erg lastig. Oké, dus jij hebt goed voor jezelf geanalyseerd waar het probleem zit. Ik kan het nog een keer op een rijtje zetten. Nee, wat denk je? Is dat die analyse die je zelf hebt toegepast, is dat niet handig om, omdat je weet waar het probleem zit, te zoeken naar een mogelijkheid om dit toch goed te kunnen? Ja. Want een invalles blijft bestaan. Die kaderklassen zijn er en ja, er zal wel heus wel voorkomen dat die kinderen geen les kunnen hebben. En dan moet het toch in staat zijn, wij met z'n allen, om zo'n invalles met kinderen te doen. Ja, voor mij zou de oplossingen? Ja, voor mij wel. Voor mij zou als school wil dat iedere docent op vaste uren een aantal klassen zou moeten kunnen opvangen, dan zou elke docent van
En je weet ook in welk lokaal zich dat gaat afspelen. Dan zou van die klasse zou al bij voorbaat aan het begin van het schooljaar zou een plattegrond gemaakt moeten worden. Voor het geval dat ze in zo'n opvangklas terechtkomen. Leerlingen moeten dat weten, moeten op die plekken gaan zitten, zodat je leerlingen persoonlijk met hun voornaam kunt aanspreken. In de tweede plaats zou je een invalles, daar zou een systeem moeten bestaan van dat daar kant-en-klare lessen aanwezig zijn. En dat hoeft niet zozeer te zijn op het terrein waarin je zelf lesgeeft, maar dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat in die lessen gewerkt wordt aan het wegwerken van achterstanden die er altijd zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, op het gebied van rekenwerk. En als je alleen al die twee dingen zou nemen, taal en rekenen, dan zou je in zo'n les gewoon gebruik kunnen maken uit de voorraad van dit soort ondersteuningslessen. En dan zou je een les hebben. Oké, dus wat is het wat je eigenlijk zou willen doen? Om de volgende keer, als je die niet dezelfde, maar een soortgelijke klas weer voor je snuffel krijgt, wat zou je bij je willen hebben bijvoorbeeld? Wat zou er moeten zijn dat je het gevoel hebt, nou dit kan ik ook. Ja, ik kan een bovenbouwles geven, maar ik kan net zo goed invallen in een kaderklas, een VMBO-klas, noem maar op. Aan kinderen die je niet kent. Ja, kijk, het zijn altijd dezelfde klassen die ik moet opvangen als daar lessen uitvallen. Dus om te beginnen weet ik om welke klassen het gaat. Okay. Ik vind niet dat het mijn werk is, daar heb ik ook geen tijd voor, om voor de eventualiteit dat ik zo'n klas moet opvangen, dat ik daarvoor plattegronden maak en dat ik daarvoor lesjes bedenk. Ik vind dat dat een afdelingszaak is en dat elke afdelingszaak voor leerjaar 1, leerjaar 2, want daar vinden namelijk die invallessen plaats, dat ze voor die klassen een programma, een invallesprogramma wordt gemaakt, waar men gewoon steeds bij invallen mee verder kan gaan. En ik denk dat mensen daarvoor een ontwikkeltaak zouden moeten krijgen om dat te maken. En dan gaat het bij mij vooral om het feit dat in die lessen geprobeerd wordt om gesignaleerde achterstanden op het gebied van rekenen en taal weg te werken. In de tweede plaats zou gewoon aan het begin van het schooljaar van dat soort klassen zou gewoon een plattegrondlijst moeten bestaan, zodat je weet wie is. En die twee voorwaarden, je weet hoe iedere leerling heet en je hebt een programma, dan is er niets aan de hand. Maar het is niet mijn tijd en taak om daarvoor te zorgen, want het is niet in mijn belang om die leerlingen op te vangen. Het is in het belang van de school. Want opvang van eerste en tweede klasse wordt gedaan om ervoor te zorgen dat die niet in de kantine gaan rondhangen en daarvoor wanorde zorgen. Oké, dus zoals jouw les begon de vorige week, je had die klas voor je neus. En ik heb begrepen dat je de helft eruit hebt gestuurd. Iedereen. Je hebt bijna iedereen eruit weggestuurd. En dus het is een les gewoon geweest waar je zelf niet tevreden mee bent geweest. Het is geen les geweest. Nee, het is niet eens een les geweest, maar je had een heel naar gevoel daarna hierover. Het is heel vervelend. Ja, want eigenlijk wilde je het wel goed kunnen hebben gedaan. Na 1 minuut had ik door dat aan de voorwaarden om een degelijke les te geven niet was voldaan. En dan ben ik pragmatisch genoeg om niet namelijk aan een dood paard te gaan trekken. Ja. Dus ik heb die leerlingen allemaal naar het studiecentrum gestuurd. Ja. En toen was ik klaar. Ja, en maar nu, stel dat alles waar jij nu mee komt, de oplossingen die je hebt voorgedragen in dit gesprek, stel dat het aan iemand zou hier aan kunnen voldoen. Dus de schoolleiding zou zeggen, oké, wij nemen dit serieus, wij gaan aan de slag, we gaan er iets mee doen. Denk je dat je dan wel veel beter voelt in zo'n les? Geen probleem. Als ik weet, als ik de naam van elke leerling ken, als ik zo uit de kast het volgende programma onderdeel
van invallessen tevoorschijn kan halen. Ja. Dan kan ik in een paar minuten tijd heel snel zien wat is hier de bedoeling. Ja. En dan kan ik aan de slag met ze. En daar kan zelfs een beloning tegenover staan. Dat bijvoorbeeld, als ze dat ze iets inleveren. En dan wil ik dat best ook nog wel nakijken. Ja. En dan kan dat gelden als een bonus bij een bepaald vak. Oké, nou is goed. Bedankt voor het gesprek. Het was mij een genoegen om dit gesprek met u te voeren. En ik ben blij dat ik mijn ei hier heb kunnen neerleggen. Oké, dank u wel. Alsjeblieft. Hoe moet ik het? Anneke, zet hem uit. Hoe dan? Doe nou.